Wil je meer verkopen, dan zul je tegen een reptielbrein aan moeten praten. En een reptielbrein dat heeft de mensheid van oorsprong al meegekregen vanuit de oertijd. Toen stonden we in het teken van eten en overleven van de grote dieren die als gevaar dreigden. In 98% van de gevallen staat de mensheid nu eigenlijk in een soort van spaarstand. Maar je wil natuurlijk ook dat mensen in actie komen. En mensen gaan niet zo snel in actie, eigenlijk alleen als er gevaar dreigt. Dus zorg ervoor dat je in je marketing en sales inspeelt op de gevaren. Vaak is dat inspelen op de bezwaren die iemand heeft of de problemen. En dan gaan zij pas in actie. Dan pas ga je dat reptielbrein aanwakkeren. En dan gaan ze makkelijker bij jou kopen.